Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken hoge sluierwolken over ons land, maar de zon heeft daar niet heel veel moeite mee, schijnt er omheen of doorheen. Niet altijd even blauw, dus, maar vaak wel zonneschijn. Na overigens een start van de dag met hier en daar nog een mistbank. Dat verdwijnt in de loop van de ochtend en dan lopen de temperaturen op tot ruim boven de 10 graden, en al snel richting de 15. Vanmiddag komt er nog wat bij, 17 tot 21 graden het warmst in het zuidoosten van het land. Met in de zuidelijke helft van het land vaak volop zonneschijn. In het noorden blijft sluierbewolking een rol spelen. In de avond is er weinig bewolking meer over. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En het koelt af naar een graad of 14. In de nacht dalen de temperaturen wat verder. Om morgen weer op te lopen naar 22 tot 24 graden. Volop zonneschijn, een zwakke tot matige Oost- tot Zuidoostenwind. En temperaturen die dus hoog zijn voor de tijd van het jaar. Misschien nog wel wat sluierwolken in het hoge noorden. Maar verder is er niet veel aan de hand. Donderdag hebben we tijdelijk meer bewolking. Misschien in de ochtend een spatje regen in het zuiden. En vrijdag is een enkele bui niet helemaal uitgekomen. Gesloten, maar het blijft zacht. Zaterdag is het gewoon weer ronduit erg warm. Met op veel plaatsen 4 of 25 graden en volop zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.